Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je perspectief tekent. Perspectief tekenen is moeilijker dan 3D tekenen. Er zijn drie soorten perspectieven. Het éénpuntsperspectief, tweepuntsperspectief en het driepuntsperspectief. Ik ga jullie stap voor stap leren hoe jullie die perspectieven tekenen. Je hebt een geodriehoek nodig, een potlood en misschien zelfs een gom. Dat kan. Je gaat eigenlijk gewoon beginnen met de horizon te tekenen. De horizon is eigenlijk het belangrijkste in het perspectief tekenen. Op een ruitjesblad heb je eigenlijk al een horizon, maar ik ga hem nog een beetje accentueren. Zo. Nu teken je op één van, heel deze lijn, één punt. Dus ik kan mijn punt hier tekenen. Dan teken je ergens een vierkant. Maakt niet uit waar, of een rechthoek, of een vlakke figuur, maakt niet uit welke. Ik teken even een vierkant. Zo. Zo. Nou, het is nu geen vierkant, maar een rechthoek. Zo. Heb ik dat getekend? Nu ga ik eigenlijk van dit punt naar dat punt, dit punt naar dat punt, dit punt en naar dat punt lijnen trekken. Zo. Nu, voor het nog beter te maken, ga ik eigenlijk onze rechthoek of onze balk, wat dat dan wordt, beter maken. Dat hier met die evenwijdige lijnen. Zo. Dan gaat het nog meer op een balk lijken. Zo. Nu kun je, als je wilt, deze lijnen hier nog allemaal weggommen. Ik zal even laten zien wat ik bedoel. Nu is het zelfs nog duidelijker dat van dit punt deze balk is ontstaan. Misschien is het zo duidelijker. Nu het tweepuntsperspectief. Ik zal nog even verder de horizon tekenen. De horizon is vooral bij deze twee laatste perspectieven het belangrijkste. Je gaat beginnen met twee punten op de horizon te tekenen. Maakt ook niet uit waar. Zo. Nu teken je geen rechthoek of vierkant of een gevulde figuur, maar nu teken je een lijn, een verticale lijn. Nu ga je van dit punt naar dit punt naar dat punt, een lijn trekken. Maar ook van dit punt naar dat punt en van dit punt naar dat punt. Dan heb je dit. Nu kies je een punt op deze lijn, dus bijvoorbeeld hier. Hou je potlood daarop en teken je van dit punt dat je hebt aangeduid tot deze lijn. Nog een lijn. Zo. Doe je ook aan de andere kant. Dus ik kies één punt. Bijvoorbeeld hier. Neem mijn lat of geodriehoek. En trek een lijn. Dan krijg je dit. Nu ga je hier met die evenwijdige lijntjes. Ga je de verticale lijnen trekken. Dus dit. Nu kun je er nog steeds voor kiezen, zoals we bij dit perspectief gedaan hebben, voor hier deze lijnen weg te gommen. Als je dat wilt, dan krijg je dit. Dus één puntsperspectief. Dan gaan alle lijnen
naar één punt, twee punts perspectief, dan gaan de helft van de lijn naar, allee, dus alles aan deze kant gaat dan naar daar en hier, alles aan deze kant en aan deze lijn gaat naar daar. Nu gaan we drie punts perspectief. Je kunt het misschien al raden, maar je moet drie punten tekenen. Maar niet allemaal op de horizon. Dus, ja. Ik teken terug een beetje de horizon. Zo. En je tekent zoals het twee punten perspectief. Twee punten op de horizon. Dus bijvoorbeeld dit. En hier. En één punt ergens tussen deze twee punten omlaag of omhoog, maar best omlaag. Dus bijvoorbeeld hier. Dit, hier gaan we alle verticale lijnen mee trekken. En deze twee zijn zoals het tweepuntsperspectief. Dus we tekenen eerst een verticale lijn. Dan ga je van hier naar hier. Hier naar hier. Dan heb je dit. Nu kies je ergens op deze lijn tot de horizon, bijvoorbeeld hier een punt. En dan ga je dan trekken van hier tot deze en van hier tot deze, dit punt. Zo. Nu ga je, zoals het tweepuntsperspectief, ergens op deze lijn een punt of ergens je potlood doen, bijvoorbeeld hier. Dan trek je dat naar daar. Nu neem je nog een punt, bijvoorbeeld hier. En doe je dat naar de andere kant. Nu doe je hetzelfde zoals bij het tweepuntsperspectief, dus een verticale lijn. Het wordt dan hier, hier. Zoals dit. Nu kun je de overbodige lijnen weggommen. Dus dat is dan de verticale lijn hier tussen dit en dat. Zoals dit. Nu heb ik jullie de drie perspectieven leren tekenen. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Doe dan dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer gratis op mijn kanaal. En tot een volgende video.